Nope, dat is niet mijn keuken. Ik heb nog steeds geen keuken. Ik ben in iemand anders huis nu. Over huizen gesproken, ik denk dat house tours van YouTubers het leukste is van de wereld. Tuurlijk, nummer 1 is Peter Gillis die sabreert. Maar een house tour van een YouTuber, een hele goede nummer 2. Weet je nog dat van Royalistic? Volgens mij een metertje of 1,60 meter diep. Dus ik kan net staan. Dat was fantastisch. Nou mensen, goed nieuws, want er is weer een YouTuber die een huis heeft gekocht. Hier, home tour van ons huis in Amerika 2022. Oh my god, Beauty Kloss. Wij kennen Beauty Kloss nog. Weet je nog die ene video over influencers? Ik begon ooit als beauty influencer, zeg maar. En dat is uitgegroeid tot een beetje... Tot wat? Tot een citroenboom? Ik snap niet dat mensen naar mij kijken. Goed, de house tour van Beauty Kloss. Ik weet het al weken. Ik heb er nog niet naar gekeken. Ik had geen tijd. Nu wel. Ik ben zo gelukkig. Oh my god, guys. Zijn jullie klaar voor? Oh my god, ja. Een home tour van ons Amerika huis. Yes! Dit is ons huis in Amerika. Holy balls, dit is een immens vogelkooi. Voor wie geen idee heeft hoe, wat, waar. Wij zijn mega Amerika fan. En we hebben na... Said no one ever. Ik ben er toevallig nu, as we speak, al 2 weken. Vreselijk land. Vreselijk. Ik heb $8 voor een hotdog betaald. Goor. Huh? What the fuck ben ik vandaag aan het doen? Ik heb vanmiddag koffie gedronken. En laatste keer ooit. En we hebben na heel wat jaartjes liefde, sparen, nog meer liefde, hebben we een huis hier gekocht. Nice. Een huis gekocht met liefde? Oké, misschien is Amerika toch fantastisch. Ik heb niet per se $2 miljoen. Wat ik wel heb is $300.000 en heel veel liefde. Deal? In Florida, bij Orlando en we zijn helemaal... Oh, dit is een vakantiehuis? Dit is een groot vakantiehuis. Hoe groot is een normale huis dan? Waarom zit hier een citroen midden in beeld? Weet je waar die citroen hoort? Niet midden op je beeld. Op je jurk tot een citroenboom. Ja, ik ga gewoon nu stoppen. Klaar, dat was de video. Oh, het is trouwens om haar huisnummer te blurren. Makes more sense. Okay, guys. There we go. Come in as guests, leave as friends. Oh, nice. Ook in Amerika hebben ze een action. Live, love, love. Welkom in ons Amerika-huis. Als je binnenkomt, zie je hier aan de rechterkant een hoekje voor je sleutels, boekjes, dingetjes. Oh, okay. Nou, dat was makkelijk. Nou, toen liet ze er trap zien voor 1,5 minuut. En ik moet zeggen, het is wel een hele mooie trap. Hij is super cute. Je denkt waarschijnlijk nu je dit ziet. Wauw, deze houtsoorten zijn, ja, komen niet overeen. En ja, daar is zij ook van op de hoogte. Een soort van kapjes wat het meest in de buurt kwam van deze vloer. Ze weet dat het niet helemaal precies goed is. Maar ja, het is gewoon precies goed eigenlijk. Oké. Nou, toen hadden ze nog een kassa voor kinderen. Super cute. Helemaal ijs neergezet voor deze video. Dus ze moesten helemaal snel gaan filmen. Want anders smelt natuurlijk het ijs. Mama houdt speelgoed met ijsjes. Oh. Wat is dit voor slechte video? Nou, ze liet dus toen voor 5 minuten zien. Niet over... Ze liet voor 5 minuten zien hoe de kassa werkt. De band werkte. Maar ook de kassa ging open en dicht. Creditcard swipe, handtekening zetten, alles werk, oké. Hier een lekker kleed en hier, dit zou dus eigenlijk een ballenbak worden. Alleen toen bestelden we de ballen. En waar liggen ze? Nou, het waren er een stuk of 15 of zo. En toen hebben we gelezen dat om deze te vullen, heb je er 5000 nodig. Ja, duh. Nee, je gaat me niet vertellen dat ze dacht dat je deze hele bak kon vullen met 15 ballen. Schat, we hadden toch 15 ballen? Ja, en alle 15 binnengekomen. Het lijkt niet genoeg. Nou, dit is een lekker plekje om te eten. Dus formal eten, maar ja, wat jij wil. Hier hebben we planten. Planten, dit zijn allemaal net planten. En dan hebben we hier ice cream, sauce, everything. Even voor de duidelijkheid, dit is niet echt ijs. Ik zeg het ook even bij. Ja, ze zei het ook bij deze. Dat is zo dom dat ik niet. Nou, toen liet ze de spiegels zien. Ze had een huis vol met spiegels hier. Mirror, mirror on the wall. Deze spiegel. Shut up, you look beautiful. Wat een beetje agressief is voor in je eigen huis. Ja, en ik weet niet helemaal zeker of ze het was vergeten of dat ze gewoon scheid heeft. Maar ze had geen broek aan. Ik word met Mila nu lekker aan het zwemmen. Ik ga ook straks met ze zwemmen. Dit is hoe het eruit ziet. Wat hier ontbreekt
is een heel groot kleed met ska-blokjes in blauw. Die zou hier op de muur moeten, maar die is vertraagd van Amazon. Dus dat komt volgende keer wel. Dat blauwe blok is overigens Mila haar favoriete ding van het huis. Vroeger, wat vind je het allermooiste? Dan wijst ze naar het blauwe blok. Wat? Je geeft ze een hele supermarkt waarvan alles werkt, hè? De band, handtekening, je snapt wat ik bedoel. Je geeft een hele ballenbak met mijn liefst, ja, opletten, hè? 15 ballen. Je geeft ze een agressieve spiegel. En het leukste is een blauw geverfd vak. Shut up! Shut up, you look good. Wat we erin gaan zetten, maar ik vind het op zich ook wel fijn dat die open is. En we willen waarschijnlijk de tv ook gaan aanpassen. Dit is een ouder model. We hebben hem ook niet gebruikt, nu echt geen tijd voor gehad. Maar ja, een grote tv. Leuke kussentjes, gezellig hier. Echt de ultimate loungy, cozy ruimte. En dan hebben we hier dit stukje met de ijscream die aanstaat. Nogmaals, ook deze, geen echt ijs. Nou, toen liet ze de keuken zien en die was echt super cute. Ik kan zeggen wat je wil, maar dit is mijn favoriete deel van. We twijfelden om zeg maar een hele nieuwe keuken erin te doen. Oké. Ik ben eens een keer positief. Hoe leuk is dit? Dit is toch het leukste van het huis tot nu toe. Op dit blauwe vlak na. 4 stoelen hier. Uiteindelijk toch nog 2 bij besteld. En dan passen er eigenlijk wel mooie 6. Zo, er kan zelfs nog een kinderstoel bij gepropt. Heel veel dingen zijn ook van de thrift store, zoals dit. Daar is ook nog een bijpassende schaal bij. Maar dit hebben we dan bijvoorbeeld uit Nederland meegenomen. Dit staat gewoon heel gezellig. Weet je waar nog meer een citroen gezellig zou staan? Op je jurk. Oké, ik heb er verder een stukje van house tour gekeken. Ah, het is gewoon een doodnormale house tour. Ik dacht dat die veel absurder zou zijn vanwege de vorige keer. Hoe ze... Ik moet zeggen, er waren nog wel een paar leuke stukjes. Laten we gelijk even door naar de koelkast. En dan komt nu de koelkast. Oh god, guys. Het is een echt Amerikaanse. Kijk, je kan het water doen. Zo. Nee! Wat? Het is dus gewoon eigenlijk alsof je een kraan hebt. Je kan ijs doen. Je kan crushed ijs doen. Maar de reden dat we deze koelkast hebben gekocht, hij was ook vertraagd, maar we wilden per se deze koelkast, is omdat hij Craft Ice Maker heeft hier. Hij maakt dus perfecte ronde ballen ijs. Voor als je weer denkt dat dit echt ijs is. Oh ja, dit is dit keer wel echt ijs. Voor je cocktails of je water of whatever. Maakt het 3 per uur, dat is echt zat. Nou, hier hebben we toch een plezier van. 3 per uur is zat, dat is tering veel. Als je dan zeg maar wacht tot volgende vrijdag voor weer een cocktail, dan heb je gewoon 450 ballen. We hebben er 5000 nodig. Dat je op vrijdag je koelkast open doet en dan... Nou, toen liet ze de rest van het huis nog een beetje zien. Eigenlijk was heel veel geverfd. Hier verf, citroenen, verf. Nog heel eventjes de trap, want die hebben we net niet lang genoeg gezien. Verf, een iets minder agressieve spiegel. You look beautiful. Het is eigenlijk gewoon een heel aesthetic huis. Het is eigenlijk een heel mooi huis. En een Airbnb, dus ik ben opeens reclame aan het maken. Zou ik anders de site even in de beschrijving zetten? Ik wacht even tot jullie klikken op de Airbnb link. Eigenlijk vond ook iedereen in de reacties vond het huis mooi, behalve Renske. Die typt een heel bijbel over hoe lelijk die het vond. Goed, laten we doorgaan naar de tuin. Want ik ben heel erg benieuwd. Waarom hebben zij als huisdier struisvogels? 'S Avonds naar de sterren kijken, naar de palmbomen. Het uitzicht hier. Ongelooflijk. Dit is zo mooi en privé. En er liggen dus alligators hier. Ja, ja. Ik krijg heel veel vragen over dit. Wow, wat? verstond ik dit goed? Alligators hier. Ja, ja. Hoezo? Wat bedoel je? Het weer is hier ook fantastisch. En als het koud is, maakt niet uit. We hebben een zwembad, maar verwarmd. Dus je kan er gewoon in zwemmen in de buitenlucht. Er zit wel een grote witte haai in. Maar het is zo knus hier. Wow, wat? Hoe zeg je dat zo? Nu snap ik deze enorme vogel. Dit is geen vogelnest. Dit is voor een zombie-apocalypse. Er is een kooi omheen om het zwembad. Nou, dat heeft de reden voor beestjes, dus muggen, vliegen, dat soort dingen, salamanders, maar ook wel alligators, want die liggen hier gewoon. Heel gek te beseffen, maar zijn in Florida net zoveel alligators als mensen. Er zijn net zoveel alligators, dit zijn ook niet normale alligators, dit is een hele dinosaurus. Wat bedoel je, er zijn net zoveel, hoeveel mensen zijn er in Florida? 22 miljoen. Er zijn dus 22 miljoen alligators in Florida. I'm out. Ik hoef niet meer. Je kan dan 70 citroenplantjes hebben en 45 agressieve spiegels. Niet iets per se om bang voor te zijn, want krokodillen
zijn wat dat betreft meer dat ze op je afkomen. En alligators, als ze je horen, dan gaan ze vooral weg. Oké, dat is ook wel weer waar. Ze zijn banger voor jou dan... Nou, dat weet ik niet trouwens. Maar ze gaan weg als ze je zien. Dat is dan wel weer waar. Maar ja, je moet niet je kleintje daar laten spelen, zeg maar. Want die kunnen ze nog wel eens verwarren voor een kippetje. Maar goed. Fuck dat. Fuck dat een alligator mijn kind verwart met een kikker. Met een kikker ook? Wat voor. Een kikker is zo groot. Wat bedoel je, mijn kind met een kikker? Wat Dit is de badkamer die bij onze slaapkamer hoort. En die is fantastisch. Je hebt hier een bad. Je hebt hier een hele grote douche. Nou, heerlijke douchekop ook. En dan hebben we aan beide kanten een vanity. His and hers. Hers and hers. Of his and his. Whatever. Twee mensen. Dit is mijn. Voordat ze wordt gecanceld. Gewoon twee mensen. Of als je als iets anders identificeert. Alligator of zo. Dus dan weet ik dat er zoveel alligators zijn als mensen in Florida. En hier is de ska-blokje slaapkamer, hoe ik hem eigenlijk noemen. Vanwege deze blokjes. En check ook even deze muurschilderingen. Dit is ons vakantiehuis. We moeten doen hoe we het zelf willen, wat we zelf fijn vinden. Op een gegeven moment willen we hem wellicht gaan verhuren. Heel selectief ook. Heel veel berichten gehad van mensen die zeiden van jeetje, het is zo mooi, moet je echt mee oppassen. En ook onze makelaar. Behalve Renske in de comments. Ik ben het wel mee eens, ik vind het heel mooi. En ook onze makelaar hier in Florida die zei van we moeten echt even een serieus gesprek hebben hierover. Want jullie huis is gewoon te mooi voor de verhuur. Oké, rustig. We geloven hier. We vinden het ook, we zijn het met je eens. Het is te mooi en... Oké, damn! Ja, het is mooi, maar niet... Wat bedoel je te mooi? Wat wil je het in een museum zetten? Ik kan niet anders zeggen, het is gewoon beautiful. Oh, nog even in het Engels. Het is zeer schön. Ze muy bien. Nou, toen gingen ze naar buiten en daar had ze een tent voor kinderen. Hoe is het om met rijke ouders te zijn opgegroeid? Hoe de fuck? Onze tent maakten we van de onderbroek van mijn oma. Goh. Nou, toen gingen ze uiteraard 5 minuten uitleggen hoe het speelgoed werkt. We hebben hier bij het zwembad hebben we een plekje om te zitten. Dit hebben we laten installeren zodat er geen kindjes in het zwembad vallen. Ze kunnen wel gewoon zwemmen hoor. Heel goed zelf. Ze zitten allemaal in het zwemteam. En ze zijn gewoon 14 en 16 dus. Nee, het is gewoon omdat er alligators in het zwembad zitten. Dus ze dachten, het is wel zo veilig. Nou, toen lieten ze alles opnieuw zien. Maar dan in de avond. En toen werd het een soort disco / hoerenhuis. Gel. Nou, oké, goed. Dit is de vreselijkste video die ik in maanden heb gefilmd. Oh my. Say it with hope.